Hey kijkers van DDG, ik ben verhuisd. Nog niet. Komt eraan en daar gaat deze video ook een beetje over. Eén, waarom het hier zo kaal en zonder echo klinkt. Dat komt omdat ik in Revé's oude slaapkamer ben. Dus ik ben inderdaad even bij de ouders van Revé, lekker in Rotterdam. Ik ben weekend aan het vieren. Eindelijk weekend. Ik zal jullie even mijn schema uitleggen. Dus 7 dagen per week normaal gesproken aan de slag. En voor het eerst in 2 maanden heb ik een keer 2 dagen helemaal niks. Vincent die doet de uploads. Dus het kan zijn dat jij vandaag een video gezien hebt van Omegle. En dat er morgen nog iets komt van mij. Dat upload ik allemaal niet. Ook deze video, ik stuur hem op en het wordt allemaal geregeld. Eindelijk een keer. Want ik ben echt gewoon 2 maanden dus elke dag, 7 dagen per week, bezig geweest met DDG. Ik heb even weekend nou, lekker relaxed. Waarom doe ik dat? Omdat ik binnenkort wegga, wederom op reis. De 24e zit ik in Montpellier. Daar ga ik namelijk Rayman Legends bekijken. Het is nog niet uit, maar ik ga daar even wat eerder dus heen. Ben ik 2 dagen bezig, ben ik een dagje terug. Ben ik 5 dagen naar Toronto in Canada. Want daar gaan we naar de motion tracking studios van Splinter Cell. Gaan kijken hoe ze dat allemaal doen. Want het zijn natuurlijk gewoon echte acteurs die dat doen met allemaal van die puntjes overal, weet je wel. En dan wordt dat getracked en dan hebben ze de character en dan gaan ze hem inkleuren. Daar gaan we dus heen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat werkt. Maar het is toch weer 5 dagen. En dan kom ik dus de 29e of de 30e. Of nee, zeg ik verkeerd. Ik ga van de 27e tot de 31e. Dat is 5 dagen toch? Ongeveer. Nou, dan ben ik daar en dan kom ik dus eind van de maand kom ik pas terug in Nederland. 1 augustus krijgen wij onze sleutel van ons nieuwe huis. En dan ga ik dus nog eens een keer een week lang verhuizen. Jullie begrijpen het al. Vanaf nu ongeveer ga ik proberen nog een paar kingdoms te maken. Ik ga proberen een voorraadje Team Survival aan te leggen. Trials hoop ik er nog tussendoor te doen. Maar wie weet, ik ben dus zeg maar 2-3 weken lang niet super actief op DDG. Verhuizingen onder andere, reizen en 2 maanden lang geen enkele dag vrij gehad hebben. Heb ik zoiets van. Ik maak van die reis naar Toronto en naar Montpellier ook een beetje mijn vakantie. Moet maar even zo. Waarom ik dat meld? Omdat ik weet dat jullie liefst elke dag een video van mij willen hebben. Tenminste de meeste. Echter, Team DDG. Wij zijn met 9 man, volgens mij momenteel. Ja, 9 man. Zijn wij zeer actief bezig met elke dag jullie te vermaken met hele toffe video's. Die gasten hebben ook een eigen kanaal. Dus ik raad je aan om alle mensen in de link beneden, dus de links beneden in de beschrijving, gewoon even te checken en kijken wat zij allemaal te bieden hebben. En ook diezelfde gasten gaan gewoon nog wel door met uploaden, gelukkig maar. Blijft DDG ook een beetje lekker actief mee. En nogmaals, het is niet dat ik weg ben. Ik ga echt zorgen dat er elke week sowieso een paar video's van mij online staan. Alleen ik ben er niet voor Omegles, ik ben er niet echt voor Twitter. Dat is gewoon even de komende 2 weken even een stuk minder. Dus dan weten jullie het alvast eventjes hoe het allemaal zit. Ook wil ik het even hebben over waarom ik zo vaak weg ben. Nou, ik weet dat jullie van giveaways houden. Ik weet dat heel veel van jullie mij ook gunnen wat ik nou doe. Fulltime YouTube, zeg maar. Een aantal niet, maar goed, whatever. Daar komt superveel bij kijken. Dus elke dag mee bezig zijn is 1. Want dan ben je dedicated en dan kun je je beste beentje voorzetten. En dan blijf je goed groeien als kanaal. Je blijft leuk elke dag met ideeën bezig. Dus het elke dag wel weer. Nou ook, ik heb een soort tweede kingdom bedacht. Dat moet echt super vet gaan worden. Maar daar gaat weer weken tijd in zitten helaas. Net als de kingdom om het allemaal goed te krijgen en te organiseren en zo. Ik doe het dus graag voor jullie. Alleen nogmaals, zoals ik al zei, er komt heel veel bij kijken. Ook sponsors. Ik heb het nog niet echt gehad over Logitech. Een nieuwe partij die ik, die mij benaderd hebben eigenlijk een beetje. Nou, lang verhaal. Daar werken dus nou ook mee samen, net als met Acer. Het eerste half jaar dat ik een sponsor had, Acer, zijn er gelukkig weinig haatreacties gehad van Geld Wolf. Goed, laat ik het zo zeggen. Alle pro-gamers hebben een sponsor. En niet 1, maar 5. Ik had er 1 en ik kreeg haat. Interessant. Hebben jullie enig idee hoe websites werken? Waarschijnlijk niet. Sommige grote websites, bijvoorbeeld de Tweakers, super toffe website, ik gebruik het dagelijks. Die verkopen gewoon advertenties, die verkopen reviews. En die werken dus precies hetzelfde, alleen ze hebben niet het logo in beeld. Maar zij plaatsen zeg maar een bepaalde advertentie bovenop een website en dan krijgen ze voor betaald. Nou,
bij YouTube, als je dat wil gaan doen en je wordt niet 25 miljoen keer bekeken zoals Tweakers elke maand, moet het even op een andere manier en zoek je dus naar een partij die bij je past. Ik zal dus never fucking nooit met een merk gaan lopen, gebruiken, zeggen dit is geweldig in een review als ik het niet tof vind. En dan moet je het echt heel goed begrijpen. 1. Mijn geloofwaardigheid gaat eraan. En 2. Waarom zou ik dat in godsnaam doen? Waarom zou ik dagelijks producten gaan gebruiken die ik eigenlijk nooit gebruik normaal gesproken? Puur omdat ik ervoor betaald krijg. Dat gaat mij gewoon echt veel te ver. Dat doe ik niet. Ik hou er zo niet van games spelen voor geld. Dat doe ik niet. Ik hou er niet van om reclame te maken voor een bedrijf waar ik niet achter sta. Dus iets wat niet bij mij zou passen. Bepaalde frisdrankmerken of bepaalde kledingmerken of bepaalde gewoon shit wat nergens op slaat, wat niks met DDG te maken heeft. Dat ga ik dus niet doen. Nogmaals, terugkomend op Acer en Logitech, dat doe ik dus wel. Ik geef jullie deze uitleg trouwens puur omdat ik vind dat jullie er recht op hebben. Ik zou willen dat veel meer mensen openheid geven over hun commerciële activiteiten. Omdat ik als de meest commerciële gezien word, waarschijnlijk omdat ik de grootste ben. En er altijd eerlijk over ben. Stomme David, waarom doe je dat? Hou gewoon je mond net als de rest, krijg geen gezeik. Vind ik gewoon dat jullie er recht op hebben. Met Acer en Logitech heb ik dus een hele toffe deal gesloten deze keer. Vorige keer ook, trouwens. Want er zijn een paar leuke giveaways gekomen. En deze keer heb ik het heel anders gezet. Ik heb, jongens, wat jullie ook maar van plan zijn om met te betalen. Doe mij minimaal de helft aan prijzen. Ik ga geen bedrag noemen. Alleen mijn hele huis gaat volstaan met Acer en Logitech spullen die jullie allemaal kunnen gaan winnen. Vandaar dat ik al begonnen ben dus met de Logitech giveaway elke vrijdag. Nou, afgelopen vrijdag, wat was dat, 20ste of 19 of zo. Toen was mijn internet letterlijk 4 uur lang uit, tussen 4 en 8 ongeveer. Dus ik kon niet livestreamen. Vandaag ben ik dus even weekend aan het houden. Ik denk dat ik zondagavond of maandagavond gewoon de livestream, de giveaway ga doen van Logitech. Dus die komt eraan. We gaan deze keer keyboards doen. En met Acer heb ik dus precies hetzelfde in gedachten. Dat hoeven niet altijd telefoons te zijn of tablets. Misschien dat we ook een keer een hele grote prijs gaan doen. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik in ieder geval wel. Mij stelt in ieder geval in staat om te kunnen blijven doen wat ik doe. Namelijk gamen. Super tof. Hartstikke leuk. En voor jullie stelt het in staat om met mij te gamen. Mij meer tijd te geven dat ik dit fulltime kan doen. Zodat ik leuke dingen voor jullie kan gaan maken. En je hebt ook nog eens een keer de kans om iets te winnen. En die kans die wordt steeds groter. Want als we elke week een aantal dingen als giveaway gaan doen. Het zal een tijdje duren voor 200.000 man alles een keer iets gewonnen hebben. Maar goed. Tot die tijd in ieder geval hoop ik dat je wat aan deze informatie hebt gehad. Ik wil gewoon open en eerlijk zijn over dat soort dingen. Ik weet niet hoe vaak ik commercieel genoemd word. Of geldwolf zelfs. Achter mijn rug om. Elke YouTuber die partner is, is commercieel. Want ze verdienen geld met video's maken. Wat in de oorsprong voor de plezier is. En ik ben dat dus ook. Ik heb het gezegd, alle YouTubers zijn commercieel. Alleen niet op de manier jullie denken. Kijk, de vraag is aan je ouders gewoon. Ga eens gewoon eens naar je ouders en vraag eens wat maandlasten zijn. De meeste van jullie houden zich daar helemaal niet mee bezig waarschijnlijk. Want het enige waar jullie mee bezig zijn, zijn misschien een keer 100 euro die je bij een supermarkt verdient. Of zakgeld wat je krijgt. Misschien dat sommige mensen drugs dealen. Ik weet het niet. Maar hoe dan ook. Het gaat om andere bedragen. Je bent om op jezelf te wonen. Zeker in het Westen. Vriendin te hebben. Je wil ook nog eens een keer ergens heen. Je wil een auto. Noem maar op. Ben je gewoon redelijk wat geld kwijt. En dat kan gelukkig met fulltime YouTube. Dankzij twee sponsoren die ik net genoemd heb. Die zijn ook trouwens, daar wil ik ze even een veer voor geven. Niet omdat ze mij daarvoor betalen, omdat ze het gevraagd hebben, maar ik wil het serieus doen. Dat deze twee bedrijven als eerste eigenlijk geïnvesteerd hebben in YouTube. Op de manier zoals je het ziet. Dus zij zijn als eerste geweest en hebben gezegd van joh, dit platform YouTube, de gamers die daar zitten. Holy fucking shit. Dit is groot. Dit is gaaf. Wij willen hier een onderdeel van zijn. Ik kan me herinneren dat Intel datzelfde deed zodra ISL heel groot werd. Wat nou dus een e-sport event is van 100 miljoen views per maand, per jaar, weet ik veel. Fucking groot in ieder geval. En gewoon respect naar dat soort bedrijven. Maar genoeg over commerciële rommel. Ik ga in ieder geval 2 weken lekker genieten in Toronto, Montpellier en nu eerst hier in Rotterdam. Nogmaals, ik heb 2 maanden non-stop gewerkt, zonder weekend, zonder dag vrij, helemaal niks. En nou is het even mijn tijd.
Ik zal zorgen dat er video's online blijven voor jullie. Ik zal gewoon vragen of Vincent ze even wil uploaden. Ik denk het als wel. Voordat, want dit is de laatste keer dat ik over commercieel begon en over andere YouTubers, kreeg ik daar wat gezeur over. Dat mensen zeiden van, hoe durf je zo over mij te praten? Ik heb misschien wat namen genoemd, ik heb misschien wat voorbeelden genoemd, maar dit slaat op alle YouTubers. Zelfs iemand met 200 views per maand is commercieel. Want hij kiest ervoor om geld te verdienen met zijn content. Dus als ik iemand beledig heb, sorry. Maar ja, ik heb geen enkele haat en nijd naar welke YouTuber dan ook namelijk. Dus dit is niet een fuck jou video. Snap je? Goed, bedankt voor het liken. Abonneer op Dusdavid Games. Ik zal binnenkort nog even een uitgebreidere bedankje maken over de 200.000 abonnees die we natuurlijk gehaald hebben. En ja, voor de jongens en de meisjes die elke dag kijken, die alle video's liken, die het delen met hun vrienden. Super tof. En geef de anderen ook even een keer een kans op die massale likes, steuns en views die jullie altijd op de content geven die ik upload op DDG. Bedankt voor het kijken. En toch.